De band beleefde in 2009 een kickstart met hun eerste EP, een plaats in de finale van The Next Best Band, en via publiciteit op Radio 3FM stonden ze al direct op Paaspop. Daarna werd het even stil wegens studies van de bandleden. In de jaren erna bleven ze een constante factor, kwalitatief sterk, maar relatief klein van naam. In 2014 bezochten we hen voor het eerst in een repetitieruimte aan de Groene Straat in Nijmegen. We zitten bij Navarone, Marijn en Kees. En jullie hebben volgens mij mei het tweede album net uitgegeven, toch? Ja. En daarvoor zijn jullie ook naar Nashville geweest. Hoe was dat? Nou ja, we hadden gewerkt met Vance Powell en die werkt ook, die heeft ook aan onze eerste plaat ook al gemixt. Toen hebben we het hier gewoon zelf gedaan via Skype en een laptop met zijn computer. Nu had hij zelf ook de wens dat er in ieder geval één iemand naar Nashville zou gaan. En toen zijn we met z'n drie uiteindelijk naar Nashville gegaan. Door de jaren heen wordt de band steeds iets groter en volwassener. Zo verkopen ze tal van theaters uit met semi-akoestische muziek. Maar het grote hoogtepunt beleeft Navarone in 2018. Als ze als eerste band meedoen aan The Voice of Holland. Het is supergoed bevallen en het is heel goed gegaan. Dus ik hoop dat meer bands er plezier aan gaan beleven. Mm-hmm. Hey, en hebben jullie bij The Voice hebben jullie dan ook nog meer geleerd? En vooral van jullie coach Anouk? Of hoe kan ik zoiets zien? Nou ja, ontzettend veel geleerd natuurlijk. Mm-hmm. Nee, we zijn al heel lang zelf ook bezig. Dus we hebben ook het nodige zelf al geleerd. Maar zo meedoen aan een mediaspectakel als dit, dat was natuurlijk wel weer nieuw. Dus in die zin hebben we daar weer onze weg in gevonden. En als we nu het Songfestival bijvoorbeeld gaan doen, dan is het allemaal heel vertrouwd. Zangeres Anouk coacht de band en bezorgt ze uiteindelijk een tweede plaats in de talentenjacht. En ze mogen in het voorprogramma van de Haagse zangeres staan. Dat kan je niet. Dat kunnen we niet. Eerder dit jaar brachten ze nog hun laatste plaat uit. Maar na alle succes valt nu dan toch het doek voor deze Nijmeegse sterren.